Laten we even bij het begin beginnen. Je hebt de Mercedes E-klasse, hè? Die bekende vrij forse sedan die er sinds jaren dag trouwens ook als stationwagen is. En in min of meer datzelfde segment heb je dan een SUV, dat is de GLE. En sinds eerder dit jaar kennen we ook een elektrische auto van Mercedes in deze klasse, ook weer een sedan. En dat is dan de EQE. En daar is nu een SUV van. En hoe heet die dan, denk je? Nou, heet die dan GLEQE? Nee, die heet EQE SUV. Echt waar, gewoon met de toevoeging SUV. En om het allemaal nog wat verwarrender te maken, de EQA, de EQB en de EQC zijn ook SUV's, maar die zijn er niet als sedan. En dus hebben die niet de toevoeging SUV. En dan is het ook nog eens een keer zo dat deze EQE SUV als twee druppels water lijkt op de EQS SUV, wat zijn grote broertje is. En dat van die druppels water, dat kun je in dit geval trouwens best wel letterlijk nemen, want voor auto's die ja, SUV in hun naam hebben, ogen allebei de elektrische SUV's van Mercedes best wel gestroomlijnd, relatief laag ook. Collega Roy zei het al eens een keer, maar hij doet heel erg denken aan de R-klasse die Mercedes ooit had. En dat betekent wel de grote wielen van een SUV, maar eigenlijk niet die hele duidelijke SUV-vorm. En het is daadwerkelijk best wel heel lastig om het verschil te zien tussen een EQE SUV en een EQS SUV. Al zijn er wel wat manieren. Dat begint al hier bij de voorkant. Want de koplampen van de EQE, net als bij de sedan trouwens, die hebben een hoekigere onderkant. Terwijl ze bij de EQS SUV in één lijn doorlopen. Van opzij kun je het verschil ook wel zien. En dat komt er vooral doordat de EQS duidelijk langer is dan de EQE SUV. Dat scheelt 27 centimeter en dat zie je vooral in dit stuk best wel duidelijk. Bij de EQS SUV heb je gewoon duidelijk een wat langere overhang aan de achterkant. En dus oogt die hele auto wat gestrekter. Deze is weer wat gestroomlijnder, loopt wat sneller naar beneden af. En dat hint ook al naar een van de belangrijkste verschillen tussen de EQE SUV en de EQS SUV. Namelijk het feit dat dit altijd een 5-zitter is en je de EQS ook als een 7-zitter kunt krijgen. Dus ja, als je meer dan 3 personen achterin wilt vervoeren, dan is de keuze daarmee al gemaakt. In vergelijking met een GLE trouwens, dus de brandstof-SUV in dit segment, is de EQE-SUV ook aan alle kanten net even wat kleiner. Maar evengoed heeft hij wel een iets grotere bagageruimte dan de plug-in hybride versie van die auto. Dat heeft natuurlijk te maken met het dienstaccupakket. Maar gooi dan de bank plat, ja, dan wreekt die wat gestroomlijnde vorm zich. En dan zie je toch dat die minder ruim is dan zo'n echte traditionele vierkante SUV. Ook ten opzichte van een reguliere EQE, dus de sedanversie, is deze auto grappig genoeg iets korter. Maar evengoed zit je hier achterin wel beter hoor. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat je wat hoger zit. Dus je benen zitten onder een best wel prettige hoek. En sowieso heb ik hier met mijn 1,84 weinig te klagen. Ik denk dat je qua hoofdruimte, als je wat langer bent, als eerste in de knel zult komen. En wat de auto natuurlijk ook heeft, groot voordeel van een heleboel EV's en dus ook van deze, die vlakke vloer. Waardoor je ook in het midden eigenlijk nog best wel prima kunt zitten. Voor het interieur van deze EQE SUV geldt misschien nog wel meer dan voor de buitenkant dat het nou vrijwel een kopie is van wat we al kennen van de andere EQE en EQS modellen van Mercedes. Deze versie heeft zelfs dat hyperscreen, wat eigenlijk ja, niet echt een hyperscreen is, maar waarbij meerdere touchscreens in één zo'n grote glasplaat zitten. In de praktijk zullen de meeste versies dat vermoedelijk niet hebben. En ja, het ziet er wel gewoon heel fraai en heel modern uit ook. Afwerking is eigenlijk ook subliem en de bediening gaat weliswaar grotendeels via het scherm, maar we weten van Mercedes dat dat in de praktijk toch niet al te veel irritaties oproept, omdat er gewoon heel goed over die bedieningsstructuur is nagedacht. Wat ook opvalt, de zitpositie is eigenlijk niet zo heel anders dan bij de sedanversies. Dus je zit ten opzichte van het dashboard en ten opzichte van die middenconsole min of meer hetzelfde, alleen natuurlijk wel wat hoger ten opzichte van de straat. Net als met de hoeveelheid modellen doet Mercedes bepaald niet kinderachtig met de hoeveelheid uitvoeringen. Want deze EQE SUV is er meteen al in 5 verschillende versies, waarvan 2 AMG's. En die hebben allemaal een dik 90 kWh groot accupakket. En dan hangt het van de versie af hoe ver je daarmee komt. Eigenlijk is het hoe hoger je in de line-up komt, hoe minder ver je komt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met extra motoren, extra vermogen en grotere wielen. De basisversie die kost zo'n €92.000, dat is de EQE 350 Plus. Dat is een 8-wielaandrijver en die komt dus ook het verst op die volle accu. In theorie 594 kilometer, dus dat is wel echt heel behoorlijk.
En alle andere varianten hebben we op autoweek.nl alles uitgebreid besproken in de nieuwsbericht. Dus zoek vooral even op Mercedes, EQE en dan nieuws. En dan vind je, als het goed is, een nieuwsbericht met alle versies en alle prijzen. Bestellen kan al en de EQE SUV arriveert in het voorjaar in Nederland.